Schelpdieren kweken in een zelfgegraven geul. In een gebied dat voorheen uit landbouwgrond bestond. Kan dat? Het is een van de vragen die kwekers en onderzoekers proberen te beantwoorden in het kustlaboratorium bij Breskens. Sinds kort groeien daar nu in speciaal aangelegde geulen verschillende soorten oesters. Onderzoekers volgen dit proces nauwkeurig. Het is natuurlijk een nieuw natuurgebied en het is een krekersysteem. En dat is eigenlijk vrij uniek om daar oesters in te kweken. Dat zijn we in Nederland niet gewend. Dus we weten eigenlijk niet van welke algen groeien hier, hoeveel algen groeien er hier, hoeveel water komt er nu eigenlijk door deze geul. En dat maakt allemaal, het zijn allemaal factoren die de groei bepalen van zo'n oester. We halen een subset uit deze mand, 100 stuks. Die tellen we. En dan kijken we of ze dood zijn of niet. En daarna meten we hoe lang ze zijn. Dus kunnen we kijken of ze gegroeid zijn. In dit kustlaboratorium gaan straks ook studenten aan de slag. Het is ook daadwerkelijk de bedoeling dat studenten hier het onderzoek ook komen uitvoeren. En dat we ook studenten hier in het gebied gaan laten zien. Van ja, wat gebeurt er nu als we een nieuwe natuur aanleggen en zouten nieuwe natuur. Hoe gaat die zich ontwikkelen en hoe kan je dat koppelen aan gebruiksfuncties zoals toerisme. Maar dus ook productie, aquacultuur of zouten landbouw. Op een duurzame manier experimenteren met zoutwaterteelt op land. Dat is het doel van het kustlaboratorium. Het is mogelijk gemaakt door een gift van 6 miljoen van de postcode loterij. Een van de eerste die zich 10 jaar geleden meldde om eraan de slag te gaan met zilteplanten en kruiden was Nick Sinken uit Groede. Afgelopen september was het zover en kon hij, na vele jaren van geduldig wachten, voor het eerst wat zaaien. De eerste resultaten lijken positief, al gaat het nog niet zonder slag of stoot. Eigenlijk had ik al gerekend op een mooi regelmatig tij. En omdat dat uitblijft, is het voor mij echt heel moeilijk om zeg maar, te weten van waar moet ik nou mijn energie. Op welk stukje moet ik nou mijn energie verbruiken en op welk stukje even niet. En dat is gewoon heel erg moeilijk op dit moment. Hè. Dus vandaar dat het ook weer een bepaalde vertraging op gaat leveren. Toch blijven zijn verwachtingen hoog gespannen. Over 5 jaar is het hier een gekrioel van allemaal kleine elektrische voertuigjes die steeds maar iedere dag overal oogsten. Deze heuvel waar we nu op staan, daar staat publiek op, die staan te kijken. In onze zeegroenteschuur kan het publiek ook heerlijke dingen kopen of producten kopen. Een heel actief gebied wordt dit.